Na de serenade voor zijn moeder is het tijd voor Mathieu's ritje. Maar waarheen dan? En staat daar nou een lifter? Mij is ten horen gekomen dat je in de finale zit. Ja. Ja? En wat ga je precies doen in de finale dan? Ik ga Siske de hot seat. Nee, hou nou. Nee, echt waar? Ja. Je loopt met de dolle. Nee. Serieus? Ja. Zullen we het samen zingen? Ja hoor. Nou, dan beloof ik je dat ik met jou in de finale sta. En dan gaan wij het samen zingen. Ik ga iets geven dat je er niet met de pet na gaat gooien. Zet hem op. Oh, hij staat je beeldig. En dan gaan wij hem samen doen. Afgesproken? Mathieu, een paar weken geleden, toen ik jou voor het eerst ontmoette, toen had je één grote droom. Maar jij wilde in musical spelen. Nu zit je op de Siske school. Dat is toch fijn? Ja, dat is heel fijn. Ja, dat is eigenlijk al een droom die uitkomt voor jou. Wat ga je daar doen op die Siske school? Nou, je gaat eigenlijk leren om een Siske te worden, maar je kan het ook niet worden. Dus ze gaan eigenlijk kijken of wel een Siske in jou zit. Hoe het ook loopt, jij bent vanavond bij ons, bij Superkids, in de finale. Al die Siske. Ja. Met de echte Danny. Mm-hmm. Waar is die? Heb je hem ergens verstopt of zo? Dat is nog een verrassing. Dat is nog een verrassing. Oké. Heel veel succes. Geniet ervan. Ga ik Danny zoeken en jou aankondigen. Ja, op de kermis is er geen moment dat hij dat zegt. Maar hij zingt het graag. Ik voel me zo verdomd alleen. Hier is Mathieu! Krijg toch allemaal de kleren. Val voor mij, Bart, allemaal dood. Ik heb geen zin om braaf te leren. Ik eindig toch wel in de goot. Kinderen willen niet met me spelen. Ze noemen me rat en wijs me na. De enige die me wat kan schelen, die is er nooit, dat is mijn pa. Had ik maar iemand om van te houden. Te wees zacht. Wat doe je nou? Ach, dat lukt me toch nooit? Weet je wel hoe goed die anderen zijn? Niet twijfelen, jongen. We staan hier voor niets in de finale. Maar ik wil het zo graag. Geef ze alles wat je kan. Weet je wat? Zullen we het samen doen? Goed idee, komt-ie. Ah.